Goedemorgen allemaal. Goed om jullie allemaal te zien. Je ziet hier een goede vriend van me meekomen, Loïc. Laten we even Loïc een applaus geven. En ik ga u zo ook aan zijn mooie familie voorstellen. Maar voordat we de collecte gaan ophalen hier in Thousand Hills, een belangrijk deel van wat er binnenkomt in Thousand Hills, geven we weer uit aan zending, aan missions. En we geloven werkelijk dat God dat God iets bijzonders wil doen met hetgene wat hij aan ons gegeven heeft. En dat we daarmee ook de wereld tot zegen kunnen zijn om ons heen. En als kerk maken we deel uit van een familie van kerken, die heet Celebration Church. En in 2017 zijn we in Parijs begonnen met een kerk daar. Celebration Church Parijs. En deze man, Loïc, die geeft leiding aan deze pionierkerk daar. Het is een moeilijke stad om een kerk in te starten. Maar wij willen als kerkfamilie ook om hem heen staan. En dus in de komende maanden zul je wel meer horen over wat we als Thousand Hills aan zending doen. En daar zal ik de komende week ook wat meer over gaan vertellen. Maar dit is een van de belangrijke initiatieven die we in het verleden al gesupport hebben en nu opnieuw supporten. En een van de dingen is dat we een geluidssysteem aan hen beschikbaar hebben gesteld. Zodat ze ook voor hun diensten daar gebruik van kunnen maken. Op zondagen. Ze hebben nu diensten eens in de twee weken. Daarnaast helpen we ze ook met de kosten van het huren van een soort van café waar ze dan in samenkomen ook. En het is gewoon fantastisch om op die manier elkaar tot hand en tot voet te kunnen zijn. En samen familie te kunnen bouwen. En ik wil je ook echt vragen om deze man en ook straks zijn gezin, ik zal ze zo laten zien aan jullie, om ze in je hart te sluiten. Maar voordat we voor ze gaan bidden, even nog een paar vragen aan Loïc. I'm going to switch to English, so if Esther can come for translation, that'd be great. So what can we pray for you and for your family? Waarvoor kunnen we bidden voor jou en je familie? Yeah, good morning everybody. Goedemorgen iedereen. Just before, sorry for my English. Sorry for my Engels. One thing is good. My English is better than Noah's Dutch. And that is a good thing. Het goede is dat mijn Engels beter is dan het Nederlands van Noah. I just want to first say thank you to Pastor Sebastian and Pastor Eva. Ik wil als eerste Pastor Sebastian en Eva bedanken. You know, the Bible says be careful to flattering lips. Ja, de Bijbel zegt wees niet te veel flatteus naar mensen. But the same Bible says give honor to what you not deserve. Maar de Bijbel zegt ook geef eer aan degenen die dat verdienen. I just want to honor your pastor, Pastor Eva and Pastor Sebastian. En ik wil jullie voorganger Eva en Sebastian eren. For the kingdom, for their generosity and for the support they are for us. Voor hun werk voor het koninkrijk en voor hun steun aan ons. And thank you for all the team and all church. We love you guys and thank you for your support and we know you get our back. En dank jullie wel dat jullie ons ook steunen en dat jullie achter ons staan. So we have two things we want to pray for us. En we hebben twee vragen om voor ons te bidden. First, pray for our team. Als eerste bid voor ons team. We know they give a lot of sacrifice and they give all they can and they are awesome. En zij geven alles wat ze kunnen en zij zijn geweldig. And they need your prayer and they need your support. En zij hebben jullie gebed, jullie steun nodig. And pray for other people came and join our team. En bid ook voor de mensen die ons team komen versterken. The second thing I want you to pray is for my family. En als my tweede, wife and my kids are there. Ik wil jullie ook vragen om te bidden voor mijn gezin, mijn vrouw en kinderen. It seems selfish, but we need that. En het klinkt misschien egoïstisch, maar we hebben Because het echt nodig. We are in the front line. Want we staan in de frontlinie. And we need your prayer and your support. En we hebben jullie gebed en jullie steun hard nodig. And the third thing, I think the most important thing. En het derde en meest belangrijke ding. Is pray for the city of Paris. Bid voor de stad Parijs. Sorry, I will read because my English is so bad to translate a verse. But the Bible says in Jeremiah 29:7. En in Jeremia 29, vers 7 zegt de Bijbel. Seek the peace of the city, whither I have caused you to be carried away captive, and pray unto Yahweh for it, because in the peace thereof shall ye have peace.
sorry. En zoek de vrede voor de stad die ik je heb gevraagd om voor te bidden. En bid tot Yahweh voor deze vrede. Voor de vrede die zal komen, is de vrede die je zelf ook zult hebben. When Jesus saw the crowd, he was full of compassion. Toen Jezus de menigte zag, was hij vol compassie. And when he saw Paris, he saw Paris, he is full of compassion too. En als hij nu Parijs ziet, heeft hij ook vol compassie voor Parijs. And a lot of people in the city are struggling with depression, anxiety, drugs and other faith. That is not the truth. En allerlei mensen in Parijs worstelen met angst en depressies, drugs. And Paris needs Jesus and needs a big revival, and we feel away from the Holy Spirit, and we can do that alone. We need you. We need all the world support. En Parijs heeft God nodig, heeft de Heilige Geest nodig. We bidden voor een opwekking en we kunnen dat niet alleen. We hebben jullie steun daarin nodig. So two things we want to pray for that: our team, our family, and for Paris. En we willen jullie vragen om te bidden voor ons team, voor mijn familie en voor Parijs. We're gonna do just that in just a few moments. We gaan dat zo dadelijk ook doen. Ik wil, I want to ask Aurélie to come with your beautiful kids. Ik wil het gezin ook vragen om hier te komen. Oh, there she. Okay, she'll be here in a moment. with kids, it's always. Met kinderen is altijd een verrassing wat er gaat gebeuren, toch? maar we gaan zo voor ze bidden. Maar dat is wat ik even dus wil uitleggen. Van als je geeft aan Thousand Hills, dan geef je niet alleen voor wat we hier lokaal doen en hoe we eigenlijk support kunnen geven, geestelijke support ook aan jouw familie, jouw gezin kunnen geven, maar ook onze zending hier in de stad en wat we hier mogen doen, maar ook verder dan dat, in Parijs en in Zimbabwe en andere delen van de wereld. En het is gewoon gaaf dat we op die manier ook samen echt zijn familie mogen bouwen en impact mogen hebben in de harten, in de levens van vele, vele mensen. Laten we gaan bidden. Misschien kunnen we allemaal gaan staan, onze handen uitstrekken naar Loïc en Aurélie als die straks komt ook. Maar laten we bidden. Heer, we danken u, Vader, voor Loïc en voor Aurélie. We danken u, Heer, voor deze moedige mensen die in deze stad Parijs vele mensen willen bereiken met het evangelie van het Koninkrijk. Zoveel mensen, Heer, die onbereikt zijn, die met pijn en moeite de dag doorkomen, Heer, die in depressie leven, Vader, die met drugs bezig zijn. En Heer, we bidden, Vader, dat uw licht mag schijnen in die grote stad, Vader, die zo in duisternis gehuld is. Vader, een mooie stad, maar er is zoveel duisternis. En Vader, we bidden voor een doorbraak, voor opwekking, Heer, in die stad. En niet alleen dat, we bidden ook voor het team van Celebration Church Parijs, Heer. Dat al die mensen die daar deel van uitmaken, dat u ze zal zegenen. Dat u ze zal helpen, dat u ze kracht zal geven, Vader. Heer, het zijn allemaal vrijwilligers op dit moment. En we danken u, Heer, voor mensen die zoveel energie steken, Heer. Omdat ze zoveel van u houden. En omdat ze zoveel houden van de mensen die nog steeds in duisternis wandelen, Vader. En Heer, daarnaast willen we ook bidden voor Loïc en voor zijn vrouw en voor hun mooie kids, Vader. Heer, raak ze aan. En help ze, Vader. Dag in dag uit. Geef ze de rust en vrede die ze nodig hebben. Geef ze uw shalom, Heer. En Vader, ik bid ook, Heer, dat u voorziet in al hun noden, Vader. Heer, dat u ook in de juiste momenten geeft om even te unpluggen, Vader. Om even rust te kunnen vinden in u, Vader. Heer, laat uw hand op hen rusten. Op dit mooie gezin. En we bidden voor een hele mooie tijd. Een hele mooie doorbraak, Vader, in die stad Parijs. Dat er vele, vele mensen tot geloof zullen komen. Door dit mooie werk van uw Vader. Door Celebration Church Parijs. En dit mooie gezin. In Jezus' naam. Amen. Amen. Hi, Aurélie. So let's welcome Aurélie and the kids too, hè? Huh? Laten we ze welkom heten. So, dank jullie wel voor jullie gebed ook voor dit stel. Blijf voor ze bidden. En omdat ik echt geloof dat God iets heel moois gaat doen in die stad Parijs. Er zijn een aantal hele mooie kerken, maar er zijn nog zoveel meer nodig in de stad Parijs. En daarom zijn we zo dankbaar dat zij echt die stap hebben durven zetten om het evangelie van het Koninkrijk bekend te maken in die grote stad. Dus laten we ze nog een geweldig applaus geven. En God zegen. God bless you. Thank you. Watch the video.
collecte verder aan te kondigen. Maar er zijn verschillende manieren om te geven. Die wisten jullie waarschijnlijk al. En de asjes gaan op een momentje komen om het op te halen. Dit zijn de verschillende manieren. Morning, good morning. Goedemorgen allemaal. How's everybody doing? Hoe gaat het met jullie? Good. Goed. Yes. Amen. Mooi. Amen. You want a spot right here? Yeah. Okay. Man, I was really encouraged this morning. Ik was heel erg bemoedigd vanmorgen. Because for whatever reason. Want om wat voor reden dan ook. With the cold rain. Met die koude regen. I had so much joy riding my bike to church this morning. Vond ik het gewoon zo leuk om te fietsen naar de kerk vanochtend. Even though I blame this weather. Ook al geef ik het weer wel de schuld. For being ill right now. Voordat ik ziek ben van nu. I just had so much joy this morning. Maar ik had zoveel plezier vanmorgen. And the Lord reminded me of Psalm 122. En de Heer herinnerde mij aan Psalm 121. It says, my heart was glad. When they said, "Let's go into the house of the Lord." En daar staat, mijn hart was verheugd toen ze zeiden, laten we naar het huis van de Heer gaan. So thank you, Pastor Sebastian and Eva, for creating an environment such as this. En dankjewel, Pastor Sebastian en Eva, voor het maken van deze mooie omgeving. You and your team creating such an environment is a blessing. Dat jullie hier zo'n sfeer weten te scheppen met jullie hele team, dat is geweldig. And thank you, Louis and Aurelie, for being here. En dankjewel, Louis en Aurelie, voor omdat jullie hier zijn. I don't know how many of you know this. En ik weet niet hoeveel van jullie dit weten. But 4 months before I was here, maar I was there. 4 maanden voordat ik hier kwam, was ik bij hun. And I plowed the ground there with them, and we worked very hard. En ik heb samen met hun de grond geploegd en we hebben heel hard gewerkt. And what God is doing there right now is very, very special. En wat God daar nu aan het doen is, is echt heel bijzonder. And just real quickly. En heel snel. When I was here in February for the Awakening Conference. Toen ik hier in februari was voor de Awakening Conferentie. The Lord began to speak to me about revival in Northern Europe. Toen begon de Heer te spreken tegen mij over opwekking in Noord-Europa. And he gave me a picture of Northern France, Belgium and Holland. En hij gaf me een beeld van Noord-Frankrijk, België en Nederland. And so I shrugged, said okay. En ik zei okay. Began to pray about it. En ik ging erover bidden. And then last weekend I was with Pastor Frank, some of you know him. En het afgelopen weekend was ik met Pastor Frank. He's the pastor of Lighthouse Fellowship in Antwerp, Belgium. Hij is de voorganger van de Lighthouse Kerk in Antwerpen. And then that's when I saw it. En toen zag ik het. Was that Paris, Belgium, Holland? Parijs, België, Nederland. And so thank you to both of you and to Pastor Frank last week for just submitting to Jesus. En dank jullie wel en ook aan Pastor Frank voor dat jullie je onderwerpen aan Jezus. So let's go ahead and read James. Chapter 2, verses 14 through 22. Laten we Jacobus 2, vers 14 tot 22 lezen. You can go ahead and read it. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel,
En iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En u zou hen niet geven wat het lichaam nodig heeft. Wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is. Daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Maar wilt u weten, o dwaze mens, het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham onze vader niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? Let's pray. Laten we bidden. Father, thank you so much for today. Vader, dank u wel voor vandaag. Thank you for meeting with us. Dank u dat u ons wilt ontmoeten, Heer. Thank you, Lord, that we have the freedom to come together. Dank u, Heer, dat wij de vrijheid hebben om samen te komen. And thank you, Lord, that you've given us your word. En dank u, Heer, dat u ons uw woord heeft gegeven. Through it you teach us. En door het onderwijs. And the Holy Spirit guides us. En laat de Heilige Geest ons daar doorheen leiden. Holy Spirit, speak through me today. Heilige Geest, spreek door ons vandaag. And do what it is that only you can do. En doe wat het is dat u alleen kunt doen. Open the eyes of our hearts. Open de ogen van ons hart. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen. Okay. That's a little bit of a long passage. Het is een beetje een lang stuk. But it's the one God told me to share. So. Maar God heeft me gezegd dit met jullie te delen, dus. If you're taking notes today. Als je vandaag aantekeningen maakt. And the people that take notes get into heaven faster. En de mensen die aantekeningen maken zijn sneller in de hemel, als je dat nog niet wist. This message is called Training for Reigning. En deze boodschap heet getraind worden om te regeren. It's about how everything that we do matters. Het gaat erover dat alles wat we doen een betekenis heeft. That we are truly eternal beings. Dat we echt eeuwige wezens zijn. That we're going to rule and reign with Christ in eternity. Dat we in de eeuwigheid zullen regeren met Christus. Because that's what his Bible says. Want dat is wat de Bijbel zegt. And so the things that we do today and tomorrow and tomorrow's tomorrow, they matter. Dus de dingen die we doen vandaag, morgen en overmorgen, die doen ertoe. And every single one of us has a huge part to play. En ieder van ons heeft een belangrijk stuk te spelen. It's not the lead pastor and the worship pastor's job to save and help reach Hilversum. Het is niet de taak van de voorganger of de aanbiddingsleider om Hilversum te redden en te bereiken. It's each and every one of us. Maar dat is de taak van ons allemaal. First thing I want to say. Het eerste wat ik wil zeggen. Because I've been hearing this a lot all over the nations right now. En dat hoor ik heel veel in alle landen. Good works. Goede werken. Are not legalistic. Zijn niet wettisch. What is legalistic? Wat is wettisch? Is when we think that we can achieve righteousness through good works. Is dat we denken dat we rechtvaardig worden door de goede werken. That only comes through receiving Jesus and believing who he was and what he said. Want dat komt alleen maar doordat we geloven in Jezus en wat hij heeft gedaan en wat hij heeft gezegd. That he is the son of God. En dat hij de zoon van God That's is. That's how we receive salvation and righteousness. Zo ontvangen wij redding en rechtvaardiging. That however Maar is not an excuse. Maar dat is geen excuus. To sit on our hands. Om op onze handen te gaan zitten. And say, well, we're only saved by faith. En om te zeggen, ja, we zijn gered door geloof. Though this is true. Het is wel waar. We are only saved through faith. We zijn alleen maar gered door geloof. The Lord has called us and commissioned us. Maar de Heer heeft ons geroepen en ons into toegerust. Into his work on the earth. In zijn werk op aarde. Through an expression of a local body like this one. Door de plaatselijke lichaam, deze bijvoorbeeld. And his global body, the church. En door het lichaam wereldwijd, de kerk. Our salvation is only step one of many in walking with Jesus. Want onze redding is de eerste stap in de vele stappen die we nog kunnen zetten in het wandelen met Jezus. It is the most important one. Het is de belangrijkste stap. But it is also the first one. Maar het is ook de eerste. And after that comes a series of events. En daarna komt een serie van gebeurtenissen. Walking with Jesus. Terwijl we wandelen met Jezus. The most enjoyable life you could ever imagine. Het mooiste leven wat je kunt voorstellen. But we have to demonstrate this. Maar we moeten het laten zien. We have to do as he asks. We moeten doen wat hij ons vraagt. We have to surrender our lives and our things. We moeten ons leven en alles aan hem overgeven. Could you please read James 2? Is this the next three verses? 23, 24, and then skip to 26. Ja, Jacobus 2 vers 23 en 24 en 26. En de schrift is vervuld die zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof.
Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. God has called us to be a part of his work on the earth. God heeft ons geroepen om een deel van zijn werk op aarde te doen. And he has entrusted us as stewards with all that we have. En hij heeft ons toevertrouwd als dienstknechten met alles wat we hebben. From our free will. Vanuit onze vrije wil. To our finances. Naar onze financiën. Our time. Our time. Onze tijd. We are training to reign with Jesus in eternity. We zijn aan het trainen om te regeren met Jezus tot in de eeuwigheid. These are acts of demonstrations. Dit zijn handelingen van waarin we demonstreren wat It's we when we take doen. The things that we have. Daarin nemen we de dingen die we hebben. Like the ones we just read. Zoals de dingen die we net gelezen hebben. And we're obedient to him. En we zijn gehoorzaam aan hem. In the way that he tells us to be. Op de manier zoals hij het ons vertelt. It's a much more humble state. Het is een veel nederiger staat. It's a humble heart posture. En het is een houding van een nederig hart. Jesus, all that I have is yours. En we zeggen, Jezus, alles wat ik heb is van u. I'm reminded of a story in the beginning of the Bible. En ik moest denken aan een verhaal in het begin van de Bijbel. With Abraham. Met Abraham. And it says that his faith got accounted as righteousness. En daarin staat dat zijn geloof geteld werd als rechtvaardigheid. And God had given him so many things. En God heeft hem zoveel gegeven. So many things. Zoveel. But after God asked him for his son Isaac. Maar toen God hem vroeg om zijn zoon Abraham was ready Isaac, to sacrifice his son. En toen Abraham eraan toe was om zijn zoon te offeren. God says no. Toen zei God nee. Don't harm him. Doe hem geen pijn. I never intended for you to harm him. Want het was nooit mijn idee om hem pijn te But doen. But I needed to know that your heart was towards me first and not your things. En maar ik moest weten of je hart echt op de eerste plaats aan mij toe behoorde en niet aan anderen. And later God says that Abraham had many things. En daarna zegt de Bijbel dat Abraham heel veel had. But Abraham said he possessed nothing. Maar Abraham zei ik bezit niets. Because of that God gave him more and more and more. En daarom gaf God hem steeds meer. Because he was trustworthy. Want hij was te vertrouwen. God entrusts each of us with different blessings and in different measures. En God vertrouwt ons allerlei verschillende maten van dingen toe. Places us in different places and around different people. Hij plaatst ons op verschillende plaatsen en met verschillende mensen om ons heen. Your work, je werk, your family, je familie, your friends, je vrienden. They're watching you. Zij kijken naar jou. They want to see if you act out the things that you say you believe in. En ze willen zien of je handelt zoals je ook zegt dat je gelooft. I don't know if you guys know this. En ik weet niet of jullie dit weten. But when your coworkers know that you're a believer in Jesus. Maar als je collega's weten dat je een gelovige bent. Their expectation of you. Dan verwachten ze van jou is to live out what this says. Dat je uitleeft wat de Bijbel zegt. Very few of us read it as much as we should. En er zijn maar weinig mensen die het zo vaak lezen als we eigenlijk zouden moeten doen. That's always been the biggest struggle in my faith. Voor mij persoonlijk is dat altijd een enorme worsteling met mijn geloof. Ik kan de hele dag aanbidden. Ik kan de hele dag bidden. But that steady, consistent time in the word. Maar echt die vaste tijd en in het woord nemen, dat vind ik echt moeilijk. But inside of this, maar in de Bijbel are instructions for generosity. Zijn aanwijzingen om gastvrij te zijn en vrij. Acts of service towards others. Om anderen te dienen. Taking care of the poor. Om voor de armen te zorgen. Taking care of the homeless. Voor de daklozen te zorgen. Taking care of the orphan. En voor de wezen te zorgen. And people have a general knowledge of these things. En mensen weten over het algemeen best wat van wat erin staat. En ze kijken naar jou. They're looking at us. Ze kijken naar ons. And they want to see if we're going to carry out these things the way that we say we do. En ze willen zien of we ook echt doen wat we zeggen dat we doen. In Matthew 25. In Matthäus 25. Jesus tells the story of the talents. Vertelt Jezus het verhaal van de talenten. He gave one man 5 talents, one man 2, one man 1. Hij gaf één man 5 talenten, één man 2 en één man 1. To the one given 5 talents, he made 5 more. En toen degene die 5 talenten had, die kreeg er nog 5 bij. To the man given 1 talent, he hid it and did nothing with it. En de man met 1 talent, die verborg het. The one en deed who er produced niets mee. More with what he was given. En degene die meer maakte met wat hij had gekregen, kreeg nog meer. And the one who had one and hid it. En degene die er maar 1 had gehad en die hem begraven had, die werd zelfs dat afgenomen. The gifts that we have. De gaven die we the hebben. Talents and dreams that we have. De talenten en dromen die we hebben. They're the Lord's. Die zijn van de Heer. But he's shared them with us. Maar hij heeft ze met he ons wants gedeeld. Us to walk this out with him. En hij wil dat we dat uitwandelen met and hem. To be his hands and feet. Dat wij zijn handen en to voeten the people zijn. That are broken. Voor de mensen die gebroken the people that zijn. Don't know him. Voor de mensen die hem niet kennen. So they too would know him. Zodat zij hem ook leren kennen. God in making us in his image and likeness. God heeft ons gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Has created humans, beings who can think. En hij heeft mensen geschapen die kunnen denken,
reason, kunnen beredeneren, love, liefhebben, or completely rebel. Of compleet rebels kunnen zijn. And what we see in the story of the Bible, en wat we zien in dit verhaal in de Bijbel, in a lot of our own lives, en in veel van onze eigen levens, especially in the world today, en bijzonder in de wereld vandaag, that we as humans rebel. Dat wij als mensen rebels zijn. Almost always. Bijna altijd. It's why Jesus had to come and do what he did. En daarom moest Jezus komen om te doen wat hij heeft gedaan. Back to God. Om te vertellen dat we verlost kunnen worden terug naar God. Zodat we vrijheid kunnen hebben. That we can show people what he's truly like. Zodat we mensen kunnen laten zien hoe hij echt is. But we have complete free will. Maar we hebben een complete vrije wil. It's what makes us so different than everything else in creation. En dat maakt ons zo anders als al het andere van de schepping. Because he wants us to grow. Want hij wil dat we groeien. In our ability to steward and manage. En in onze mogelijkheden om te voorzien en te zorgen voor zijn schepping. Because we're training for reigning. Want we worden getraind om te regeren. Eternity is a real day coming. En op een dag zal de eeuwigheid echt komen. It is so real. Het is zo echt. And if you will pray and ask God for it. En als je bidt, vraag God er dan ook om. He will give you a mindset of eternity. Want dan zal hij je de gedachten over it de eeuwigheid gaan geven. En dan zal het je leven, je manier van leven gaan veranderen. Dat beloof ik je. However, the only honor, maar de enige eer, the only reward, en de enige beloning, comes in laying our lives down at the feet of Jesus. Krijgen we als we ons leven neerleggen aan de voeten van Jezus. 100% in saying, take it all, Jesus. Als we zeggen voor 100% neem alles, Jezus. This doesn't mean that you sell all your things and you can't pay your bills next week. Dat betekent niet dat je al je bezittingen moet verkopen zodat je en je rekeningen niet This meer kunt betalen that you volgende can't week. Have new clothes. En dat zegt ook niet dat je geen nieuwe kleren mag kopen. You can't go out to eat. Dat je niet uit eten kunt gaan. It's a matter of the heart. Maar het is een zaak van je hart. Are we willing to be obedient? Zijn we bereid om gehoorzaam te zijn? I promise you that this lifestyle of radical obedience to Jesus. En ik beloof je dat deze levensstijl van radicale gehoorzaamheid aan Jezus. Is not only one where he begins to put more in our hands. Het is niet alleen de manier waarop hij meer in onze handen kan doen. And trust us with more. En ons met meer kan vertrouwen. But we get to be a part of his miracles on the earth. Maar wij worden deel van zijn wonderen op aarde. I believe that the overall principle here is stewardship. En ik geloof dat het belangrijkste principe hier is beheerder. Steward in the dictionary means. En een beheerder in het woordenboek betekent. A person who manages another's property or finances. Een persoon die het bezit of financiën van iemand anders beheert. That's us. Dat zijn wij. That's all of us. Dat zijn wij allemaal. What if Yahweh? Wat als Yahweh? In his divine wisdom. Met zijn goddelijke wijsheid. Has given each individual person aan ieder individueel persoon the same opportunity dezelfde kans heeft gegeven to prove loyalty and love to him. Om te laten zien dat hij loyaliteit en liefde heeft voor hem. Every one of us can love. Iedereen van ons kan lief hebben. Every one of us can serve. En iedereen kan dienen. And steward with what they have. En datgene wat hij heeft goed beheren. You can be rich or poor. Je kunt arm of rijk zijn. You can be any color. Je kunt elke kleur hebben. You can have any educational background. En je kunt elke onderwijsachtergrond hebben. The Lord knows who you are and where you're at. Maar de Heer weet wie je bent en waar je naartoe gaat. And what he still desires is that we would be humble enough. En wat hij verlangt is dat we nederig genoeg zijn. To love and to serve the other people around us. Om de mensen om ons heen lief te hebben en te dienen. Again, not just in here. En niet alleen hier. Sometimes it's more difficult. En soms is dat nog moeilijker. Like your job. Op je werk bijvoorbeeld. Some of us might work in environments that are very opposite of this. Want sommige mensen werken misschien op een plek wat echt tegenovergesteld is aan you dit. Can still be that there. Maar je kunt nog steeds you diegene can still zijn. Serve and love there. Je kunt ook op die plek nog If steeds dienen it, en lief hebben. En als ze het niet verdienen, you can still do it. Kun je het nog steeds doen. What if Yahweh, wat als Yahweh in, his passionate love for us, in zijn gepassioneerde liefde voor ons has given us the opportunity de mogelijkheid heeft gegeven om in een familie binnen te komen by the blood of Jesus, door het bloed van Jezus in hopes, en de hoop that we would not just choose him one time, dat we hem niet alleen één keer zouden kiezen but renounce our love for the world, maar onze liefde voor de wereld af zouden zweren and actually believe his word and trust his voice. En echt zijn woord zouden gaan geloven en zijn stem zouden gaan verstaan. I say this because I believe it so much. En ik zeg dit omdat ik daar zo in geloof. If we're not reading his word, als we zijn woord niet lezen, then we don't know what it says. Dan weten we niet wat daar staat. We don't know what it says. En als we niet weten wat hij zegt, we can't follow it.
kunnen we het ook niet volgen. And this isn't me trying to like, you know, hit you with the Bible. En dit is niet bedoeld dat ik jullie wil gaan slaan and met de Bijbel. Smack you around in hopes that you read it more. En dat ik wil rondslaan en hopen dat je het meer gaat lezen. The own testimony of my life. Maar mijn getuigenis van mijn leven. That I knew Jesus for 13 years. Is dat ik Jezus al 13 jaar kende. And then 2 years ago. En 2 jaar geleden. I gave myself to this. Gaf ik mezelf hieraan. And it changed me. En het heeft me helemaal veranderd. All the things I didn't like around me. Alle dingen die ik niet leuk vond om mij heen. My evil coworkers. Mijn slechte collega's. My evil boss. Mijn slechte baas. My lack of finances. Mijn gebrek aan financiën. I was wanting God to change all of those things. Ik wilde degene zijn die alles ging veranderen. What he changed was me. Maar wat God veranderde was mij. Nobody else around you can control the change in your own heart. En niemand anders kan die verandering in jouw hart controleren. It is powerful, powerful, powerful. En dat is heel erg krachtig. The amount of scripture that discusses this is incredible. En de hoeveelheid Bijbelteksten die hierover gaan, dat is it's really the whole heel scripture. Veel. Eigenlijk de hele Bijbel. But as I get closer to closing. Maar als ik bijna ga afronden. There are a few special scriptures that I want to read together. Wil ik een paar Bijbelteksten samen lezen. These are going to be the one that sums up this idea. En daarin staat het idee. That we are training for reigning. Dat we getraind worden om te regeren. In all these small parts of our lives. En al die kleine onderdelen van ons leven. We are preparing ourselves. Daar bereiden we onszelf voor. For a real eternity. Voor de echte eeuwigheid. Where we're not going to be floating on clouds. Waar we niet zullen zweven op wolkjes. Playing harps. En harp zullen spelen. But that we have things to do. Maar dat we daar dingen hebben te doen. We have lives to live. En daar hebben we levens te leven. Could you please read Revelation 2? Yes, 26? Yep, that right there. Yeah. Wie overwint en tot het einde toe blijft doen wat ik van hen vraag, zal ik macht over de volken geven. Hij is een herder met een ijzeren staaf en kan hen als aardewerk verbrijzelen. Het is de macht zoals ik die van mijn vader heb gekregen. Ook zal ik hen de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij luisteren naar wat de geest aan de gemeente te zeggen heeft. Yes. Was that in there? Ja. Yep. Okay. Morning star. De morgenster. Translations are hard, guys. Vertaling is soms ingewikkeld. Really hard. We have to like pick different translations and Bible verses. It's difficult. En we moeten verschillende vertalingen gebruiken van de Bijbel soms. Morning star means divinity. Morgenster betekent goddelijkheid. It's Christ-likeness. Het is zijn als Christus. Jesus is so humble. En Jezus is zo nederig. So kind, so loving. En zo liefdevol. And so beautiful. En zo mooi. That he desires to share his rule with us. Dat hij verlangt om zijn heerschappij met ons te delen. We have free will. En we hebben een vrije wil. We can choose other things. We kunnen andere dingen kiezen. But his passion for us. Maar zijn passie voor ons. Is to know him now. Is om hem nu te kennen. To be equipped now. Om nu toegerust te worden. So that when we get there. Zodat als we daar aankomen. We can walk in the things that we're supposed to be. Dat we kunnen wandelen in de dingen zoals gepland voor we're ons. We're going to be made like him. We zullen gemaakt worden als hij. It says that when we see him, we will be like him. En er staat, als we hem zien, dan zullen we zijn als hij. Because we will see him as he truly is. Want we zullen hem zien zoals hij echt is. Can you read the next one? Revelations 20. And could the keys come back up, please? Muziek mag komen. Openbaringen 20, vers 6. Gelukkig zijn zij en heilig zijn zij die aan deze eerste opstanding deelnemen. De tweede dood heeft over hen geen macht. Ze zullen priesters zijn van God en van Christus en zullen met hem heersen als koningen 1000 jaar. Do we read the Bible flippantly? Lezen we heel frequent in de Bijbel? Do we read it like it's just a storybook? Lezen we het als gewoon een boek vol verhalen? This is the living word of God. Dit is het levende woord van God. Divinely inspired. Goddelijk geïnspireerd. The promises inside of it. En de beloften die hierin staan are real and true. Zijn echt. Revelations 22, last one. De laatste is Openbaringen 22, vers 12 en 13. Ik kom spoedig en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de Alpha en de Omega, het eerste en de laatste, het begin en het einde. To repay each one for what he has done. Om iedereen terug te betalen voor wat hij heeft gedaan. It matters, guys. Het doet ertoe, jongens. It matters what we do. Het doet ertoe wat we doen. We have to submit ourselves to Jesus. We moeten onszelf onderwerpen aan Jezus. I know what it's like to serve Jesus but have all of my own ideas.
En ik weet hoe het is om Jezus te dienen en ook zelf al mijn eigen ideeën vast te houden. Jesus doesn't want you to lay aside your passions and dreams. Jezus wil niet dat je al je passies en dromen opzij legt, want hij heeft ze aan jou gegeven. But he wants us to walk them out with him. Maar hij wil dat we ze uitwandelen met hem not samen, with ourselves. Niet alleen. We have no clue what tomorrow brings. Wij hebben geen idee wat morgen gaat brengen. But he already does. Maar hij weet het wel. The best strategy you could ever walk out. De beste strategie die je ooit kunt gebruiken is to walk this out with Jesus his way. Om het met Jezus samen op zijn manier uit te wandelen. One more. Eén tekst nog. Romans 5. Romeinen 5. Verses 8 through 11. Vers 8 tot 11. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Des te zekerder is het dus dat wij nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood, door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen, danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. The gospel of the kingdom is a gospel of demonstration. Het evangelie van het koninkrijk is een evangelie van demonstraties. The gospel of the kingdom is a gospel of family. En het evangelie van het koninkrijk is het evangelie van familie. The gospel has never been about us. En het evangelie heeft nooit om ons gedraaid. It's always been about Jesus. Het is altijd alleen maar over Jezus gegaan. And not just the one that we think started in Matthew 1. En niet alleen degene waarvan wij denken dat het in Matthäus 1 begon. The one who's been there from the very beginning. Maar degene die er al is geweest vanaf het allereerste begin, vanaf de schepping van de aarde. Until Revelations 22. Tot Openbaringen 22. And he says that he's coming. En waarin hij zegt dat hij terugkomt. And whether we're still alive when he comes back or not. En of wij nou nog in leven zijn als hij terugkomt of niet. All of these things still matter. Al deze dingen doen er nog steeds toe. Because we're eternal beings. Want wij zijn eeuwige wezens. And every single one of us is going to give an account for what we did. En ieder van ons zal rekenschap afleggen voor wat hij heeft gedaan. And we're going to be rewarded for what we did. En we zullen beloond worden voor and wat we gedaan hebben. It's not about trying to build up a bunch of gold in heaven. En het gaat er niet om dat je een berg goud opbouwt in de hemel. The Bible says that it's there and it's for us. En de Bijbel zegt dat het er is en dat het voor ons is. But Jesus. Maar Jezus. He is our reward. Hij is onze beloning. Gold does not bring peace. Want goud brengt geen vrede. Jesus brings peace. Maar Jezus brengt vrede. He is the Prince of Peace. Hij is de prins van vrede. And in a culture and a society. En in een cultuur en een omgeving. That is depressed. Die depressief is. Committing suicide. Waar zelfmoord gepleegd wordt. Anxiety. Waar angst is. We can't sleep anymore. Mensen kunnen niet meer slapen. Jesus. Maar Jezus. The peace that comes from knowing him. De vrede die komt uit het kennen van hem. Peace that comes from reading his word. De vrede die voortkomt als we zijn woord lezen. There are so many promises in here. Er staan zoveel beloftes in. That will make you feel a million times better. Die zullen ervoor zorgen dat je een miljoen keer beter gaat voelen. We don't read them. Maar als we ze niet lezen. Not enough. Niet genoeg. We don't know who we are. Dan weten we niet how wie we zijn. He loves us. En hoeveel hij van ons so houdt. I would just really encourage you. Dus ik wil jullie aanmoedigen. From now till the end of the year. Om vanaf nu tot het einde van het jaar. Apply yourself. Richt jezelf daarop. Give him time. Geef hem je tijd. It will change your life. Het zal je leven veranderen. Let's pray. Laten we bidden. Jesus. Jezus. We love you. We houden van u. Lord, I know. En Heer, ik weet. That you put this word on my heart. Dat u dit woord in mijn hart heeft gelegd. Zo met zoveel passie. Lord, that you want to spend time with your people. Dat u tijd wilt doorbrengen met uw mensen. Lord, that we would not get false ideas. Dat we geen valse ideeën zullen krijgen. That we're only supposed to come here. Dat we hier alleen maar zouden moeten komen op zondag. Hear something. Hier is iets. And go home. En dat we iets horen en dat we weer naar huis gaan. We ourselves are hurting. We are hurting. Wij hebben pijn. The people around us that don't know you. En de mensen om ons heen die we niet kennen, die hebben zelfs nog meer pijn. Jesus, would you come and bring your peace? Jezus, wilt u komen en uw vrede brengen? Would you guys just hold your hands out like you're receiving something? Wil jullie je handen ophouden alsof je iets ontvangt? Father, bring your peace. Vader, breng uw vrede. Bring your complete peace, Jesus. Breng uw volledige vrede, Jezus. The one that surpasses all understanding. Dat wat alle begrip te boven gaat. Fill these people, God. Vul deze mensen, Heer. With your spirit. Met uw geest. With your love. Met uw liefde. Let them know, God, that you love them. Laat ze weten, Heer, dat u van ze houdt. Let them tangibly feel you, God. Laat ze u echt tastbaar voelen, Heer.
Jesus loves you so much. Jezus houdt zoveel van jullie. And he truly wants to walk this out with you. En hij wil dit echt met je uitwandelen. So Lord, would you fill him up? Heer, wilt u ze vullen? Let them know you. U leren kennen. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen.